muziek. Wouter, jij en ik, gewoon imposter. Oh, yes. 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 Ja, plop. Fake, we hebben de task echt, dat is een bindje. Kijk, weet je wat een goede plek is om iemand te vermoorden? Ik denk het wel, zo goed. Dit. Hey, kom even mee in mijn evil lair. Rudy, heel eerlijk, ben jij het? Oh, wacht, zal ik het laten zien? Oké, wacht, Duncan, ik heb de beste deal van je leven. Ik ga nu op de vent staan, dan kun je me of killen of ik spring... Wat is er? Ik wil gewoon even lekker doen. Duncan, in de hoek, Ja, wacht even. In de hoek. Is Marco aan het fixen? Ja, ik. Oh mijn god. Dit is ongemakkelijk. Oh mijn god, oké. Wacht even, Oké. Right, ik was dus met Binte en Siri was ik zeg maar onderlap. En Binte en ik waren aan het kutten en Siri kon erbij. En toen op een gegeven moment ging je lights uit. Toen hoorde ik Siri zeggen, Binte. Zo op zo'n manier van, doe iets. En toen rende ik weg. We moeten naar lights toe. Nee, dat zei je niet. Leuk met jou aan de fietsen, man. Ik ben de hele tijd bij jullie. En toen ben ik weggerend naar office. En toen lag iemand dood. En Siri was daar in de buurt. Ik zei Siri. Ik ben geen seconde uit jullie buurt geweest. Mag ik even iets vragen? Rudy, ik liep op een gegeven moment ergens langs en ik hoorde jou ineens in de verte zeggen... Ah, dan ga ik nu op deze vent staan. Sorry? Ja, nee, dat kon... Ik was met Rudy in storage aan het kutten. Ventcheck. Ja, dat hoor je niet af te luisteren, dat is een privégesprek. Gast. Oh ja, sorry. Ik zet jou eruit. Respecteer mijn privé! Wacht, wie? Oh, wie gaan we stemmen? Ik ben met twee hoeden, heb geen respect meer voor afluisteraars. Sorry, ik zal het nooit meer doen. Zeg maar op wie ik moet stemmen, want ik heb niet opgelet. Siri maar... werd verdacht, maar ja, jij simp Siri, dus ik vind, dan ga je niet op stemmen. Ik vind dus Siri simp, ik simp nu alleen Duncan. Siri is wel eng. Ik vind Siri en Bint heel eng. Jullie gaan niet voor benen doen. Ik hoor Siri en ik weet niet. Ik ga jou mijn vertrouwen winnen. Siri, ja, klinkt in Discord fietsen. Trouwens. Speak to you in-game. Even een stuk. Wat? Wat? First try! Woo! Hey. Ik ga lights fixen, oké? Lights is al gefixt. Ik ga het nog een keer fixen. Toevallig hier met je imposter vision hebt of. Siri, niet zo doen. Niet zo sneer, kom op. Toevallig zie je niet dat lights weer aan is en dat ben je volgens mij mee imposter. Ja, dat kan. Ik ga niet bij jou staan. Ik ga niet bij jou staan. Hey, Mena, we kids. Are you ready to. Are you ready to dance on the vent? Ja? You want to see my braadwurst? Oh, stinky boy, of course I do. Show me thine braadwurst. Ah, ja. Ik ga op die vent staan. Ja, zeker. Ik lieb de volgende. Ja. Oh, sehr gut, stinky boy. Ist ein Verschrikkung. Nein, nein. Wie doet links? Laat jou daar fietsen. Ik ga een afstandje staan, ja? Wacht, help me even. Ik ben heel paranoïde. Het is gelukt. Ik ben echt bang voor Binte. I raided you, man. I raided you. Dus wij zijn... Ik zou inderdaad... Hé, jongens! Daar ligt geen like, Er ligt geen like. Nee. Rudy, vent weg. Jongens. Oké, jou vertrouwt wel, Rudy. Jongens, Siri en Bintje stonden bij elkaar. Ik zag het. Okay, oh, ze gaan ons nu killen, dubbel kill op light. Of camps. Denk ik. Oké, weg hier. Kom naar beneden, Ja. Wacht, nee. Oh ja, nee, niet fixen, niet fixen. Jawel. Afstand. Dat is een beetje mijn plein. Ja, dat is waar. I did it. Get out of here, I did it. Ik zag hem. Ik heb de slappe lach. Volgens mij, ik zag hem, het was Siri. Ja, het was Siri. 100%. Ja, 100%. Iedereen stond op die hoop, joh. Nee, helemaal niet. Jij stond als de enige van de ander. Dat is een desinky. Ja, dat is wel een... Je bent erbij, Siri. Oh, man. Dat is wel een desink. Wouter, helaas. En ik kom er voor elkaar foutje. Ja, Rudy en ik weten ook wie de tweede Wouter en Maxime foutje, want zij hebben Madbest gedaan, maar ik stond erbij. Jongens, ik zag Siri een onderrondje hebben met Bintje op camera. Ik loop ineens langs de kamers en ik hoor Okke zo zeggen roepen... Nu vetten. Sorry, ik stem mezelf erop uit. Hey, jongens, was gezellig. Stem Bintje er ook meteen uit, anders Siri. Hey, was gezellig. Succes, doe Link en Wouter de groeten. Natvlees helpt nog even, oké. Natvlees is er niet, hij is alleen Duitser. Siri, doe Link. Duitser. Duits. Duits week. Hallo. Wie gates? Hallo! Jongens, ik ga lekker naar komt. Doei! Hey, Puk. Jongens, kunnen we niet... Hey, Puk. Laat me even fluisteren. Laat me fluisteren in je oren, Puk. Wil je niet zo hijgen? Hey, Puk. I'm Batman. Warme adem. I'm Batman.
Sorry, shank maar alsjeblieft niet. Ik shank niemand, ik ben Batman. Nee. Ik bedoel 100 shank. Oh. Ben je binnen? Ben je binnen, Pup? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, okay, mooi. Oké. Okay. Sluit je ons op. Dat deed ik. Batman, dat deed ik niet. Oké, okay, laten we samen de lights fixen, want ze kunnen... Nee, Benjeskiller, Benjeskiller. Benjes is hier ook. Ik vlucht weer. Dikken doet hem. Ja, ik ga niks mee te maken hebben. Ik ben je bodyguard bij deze. Oh, ja, maar het is een beetje gek als Bintje er ook is, want die heeft een mes. Al kan hij me dan wel beter verdedigen. Ik heb een mes. Weet je, dan ga ik ondertussen lekker naar weapons toe. Ik kom zo meteen eventjes terug. Ja, nee, dan ga ik met je mee. Weet je wel, Bintje zit daar geen task te doen, weet je wel. Dat vind ik een beetje gek. Ja, klopt. Bint is altijd zus. Ja, maar jij ook wel. Nou, dat vind ik dus niet lief. Nee, ik ga gewoon lekker taskjes aan het doen, weet je. Ik hoor je ook gewoon klikken. Oh, hey, je staat serieus met een microfoon gevoeligheid zo hoog. Hoor ik Bint nou zingen? Heb je dat beetje was? Beetje hey, zingen. Jongens, luister. Jongens. Luister. Puck is clear, want ik hoorde hem letterlijk gewoon hard op klikken bij weapons. Ja. Oké, ja, maar het is Bintje, dat is het. Het is Bintje dat het Bint is. Ik kan ook fucking hard op klikken. Jongens, ga maar fixen. Ik doe dit wel gewoon. Oh. Ja, hij klikte hard op en hij killed hem. Oh, ja? Heb je nou... Knop klikken. En als hij klikt, toen werd Duncan voor mijn neus gekild. Is dit... Hallo? Dat was zijn desk. Ik zag Duncan letterlijk nog 2 seconden geleden. Ja, en hij zegt toch, ik kan ook hardop klikken. En toen killde die Duncan. Binten. Ja, het is Binten. Nee. Ik weet niet waarom, maar ik vind mijn gastje een beetje op Squirtle lijken nu. Ik was lekker op een Pokémon Team song aan het zingen en in één keer zit Maxime je keihard Duncan neer te halen. Dat is wel leuk, want je zong helemaal niet de Pokémon Team. Echt wel, ik zong die ook. En ik heb met scan vouch gehad, dus ik kan het helemaal niet. Van Duncan zeker, die je van nu Duncan neer hebt. Van Duncan en Wouter. Oh. Jongens, en we zijn ook beide dood. I'm down to snipe. Volgens mij is Maxime wel clear hoor. Ik kan het wel backen, want Maxime en Duncan waren echt de hele tijd samen. Ja. Ja, maar je kan toch gewoon wachten op een goede moment. Ik denk eerlijk gezegd dat het Bint is. Ik denk het ook. Ik denk eerlijk gezegd niet, maar ja. I'm down the snipe. Heb je een keus? I'm down the snipe. Niet. En als het Bint is, dan is het En anders ben ik het. Hè? Stik een huigen, joh. Maar alsnog denk ik dat het Maxime is. Ja. En daarom stem je op jezelf. Ja. Maar ik denk het wel. Spicy snipe. Had ik gelijk uit het begin dat plan van Siri? Dat Binte. Ik heb Bintje, wat killde je hem niet? Oh, ik had op een gegeven moment echt heel erg geslapen lach door Okke. Of all people, easy game. Waarom maak Oh nee. Ik weet niet wat ik van jullie vind, dus God, ik ga weg. Waarom is jouw naam rood net als de mijne? Oh. Wat voor drama. Ik heb geen medscan, helaas. Ja, ik ga er zo goed op. Wacht, hebben jullie net die pion gedaan, mensen? Dubbelkill. Oké, let's go. Maxime. Dubbelkill, let's go. Puk. Ik durf het niet. Oké, kom, we gaan naar Maxime. Waar is Maxime? Pak Maxime. Wauw, niet mij kennen. Ik ben blind! Oh, daar gebeurt iets, Rudy. Ik hoop dat ze dat grappig vinden. Dus dat grappig. Oh. Hoor je mijn toeter? Ja. Oh, cool. Dan kan ik het nog leuker doen. Je bent al zo leuk. Ja, dat klopt. Wacht, toen je zei dubbelkill bedoeld, meen je dat? Hallo? Hallo? Nee, dat was een grappie. Maxime. Maxime, je hebt net dat doolhof gedaan, daarna dat knopje omgezet, toch? Nee, ik heb dat doolhof alleen gedaan. Heb je het knopje niet omgezet? Ik vind het een beetje... Oké. Ja, dood. Dat dacht ik al. Hallo. Ja, dit dachten we al. Maar waar? Ja. Op vitals. Dat was de... onderste voor. Iedereen is wel slow met killen. Link. Ik heb een voorgevoel dat Bintek vrij is van deze kill, maar dat zegt niet heel veel. Luister. Ik was met Okke aan het fietsen. Jongens, luister. Yeah. Ik weet wie het is. Wie is het dan? Zeg het alsjeblieft. Kijk, ik was met een persoon, wilde ik naar Specimen gaan. Mm. En die zei, ik vertrouw je niet, waar kill je me daar? Dus ik alleen naar Specimen toe lopen. En weet je wie ik achter had gelaten? Wie de kill heeft gemaakt? Not Flace. Self-report, gast. Nee, maar ik zeg, hij ligt in vitals. Oh.
Self-report, ja. Gast. Je bent een hele vent. Nee, je bent een hele vent. Binte. Ik ga oké. Okke, we waren rechtsboven in labs. En toen kwam Okke aan. Ze van, ja, pas op, want Link is alleen in specimen room. En vertrouw ik niet. En toen ging ik met Okke mee, want ik wilde met Okke fietsen. En toen deed hij die deur open. En toen, daar lag Puk. Ja. Yeah. Dus ik kan er niet geweest zijn. Wacht. Dus de deur van Vidal zat dicht. Dus dan is er uitgevent. Of via links uitgelopen. En ik denk Link gevent. Nooit in zo'n snelle tijd dat gedaan hebben en uitgevent zijn. Dus ik denk dat Link, Nat, Vlees, Wouter en ik sowieso veilig zijn. Wouter en ik waren bij elkaar bij Lights. Wat heb jij gedaan, Sier? Maxime kwam later aan. Ik en Siri zijn eigenlijk ook wel clear. In ieder geval voor deze kill clear. Wouter, waren zij bij Lights? Siri nou, was de eerste keer, volgens mij. De tweede keer heeft zijn lights gefixt, daarna zijn we naar beneden gegaan. Ja, maar de tweede keer. Was dit is heel verdacht. Ja, dat zien jullie niet als imposter natuurlijk, maar... Ja, we zaten allebei weapons te doen. Ja, oh ja. Dus misschien Siri daarom. Is echt zo mega alert van, oh ja, ja, ja. Het is wel een beetje een paardje hier. Maxime, waar kom jij vanaf? Ah, je kan Siri überhaupt niet verstaan in Discord, dus het weet je... Iedereen niet doorheen schreeuwen. Oké, sorry. We weten niet waar Maxime vanaf kwam. Wat doe je door elkaar heen schreeuwen? Wat? Bla bla bla. Maar waarom blijven we niet eigenlijk hier met meetings over? Ja, laat gewoon 10 minuten hier staan. Laten we gewoon lekker doen. Maxime. Ik moest nog een... Wie komt er met mij mee? Maxime, kom even met me mee. Ja. Ik vind... Ik ben een beetje... Even vergaderen. Ja, even vergaderen. Hier is het wel rustig. Ja, precies. Ik vind het een beetje spannend allemaal met die proximity chat. Dus ik ben erg slecht met mijn desk. Zeg de afgelopen games. Zal ik even uitsmijten spelen? Iedereen die langskomt, even ideeën vragen en zo? Ja, is goed, is goed. Hou het goed in de gaten. Oké, maar Maxime, wat heb jij gedaan in de vorige ronde? De vorige ronde heb ik de raketje linksboven bij dropship gedaan. Ja. Toen liep ik door naar dat dolfje, maar dat ging fout op het einde. Ja. Dat kon Puck confirmen, maar helaas... Is hij hier niet meer. Okay. Toen liep ik door naar de labs. En toen waren er opeens 5 mensen. En toen was ik een beetje in paniek. Oh, en toen ben je naar Lights gelopen? Ja. Oké. Denk je dat Duncan en Siri het zijn? Die waren als enige in O2? Of waar waren ze? Ja, die waren onder, maar... Bodyguard. Hi, ja. Wie denk je dat jij het was? Wat? Wie denk je dat jij die het zijn? Ja, maar ik ga even test doen. Want denk dat ik zijn? Ja, is goed joh. Hey, stik ze neer. Wacht, hier staan dan. Ja, oké. Ik denk persoonlijk dat het Wouter is. Want, maar Wouter was die, bij mij. Oh ja, dat is waar. Nee, trouwens, sorry, Siri. Ik denk dat Siri is. Ja, maar denk je dan met Duncan? Want ze waren een beetje een paardje. Ja, misschien Duncan, I don't know. Als je me nu hier kilt, hè, niemand vindt mij. Nee, ik ben geen killer, Rudy. Ik heb geen mes. Ik heb mijn mes achtergelaten. Dun. No. Ik heb ook geen mes. Okay. Zullen we het fixen of gaan we gewoon specimen checken? Nou, wow, nee, laten we gewoon bodies zoeken. Ja, even vitals checken. Iedereen is buiten, ouwe. Iedereen. Dus als er een lijk ligt, ligt die buiten. Er is niemand dood nog. Oh, wacht. Laat me even dit kaartje scannen. Boep. Er is echt niemand dood. Ja, ik heb Maxime wel heel lang bezig gehouden. Rudy, je leeft nog. Hey. Er zijn geen kills gemaakt. Er is gewoon geen kills. Dit is echt easy. Oh. Deze heeft iemand matchcam voor jullie? Hoeveel tasks moeten jullie nog? Ik heb matchcam. Best wel veel. Wie heeft matchcam? Zoveel tasks linken. Ik moet echt volgens mij... Oh, jongens. Duncan en ik gaan matchcannen. Doei. Hey, Rudy, je gaat me niet even steken. Oh! 23? Oh. Nee! Oh no. Dit is tegen mijn verwachtingen in. Dit is ook niet verwacht eigenlijk. Siri! Hey. Ik wilde juist dat Siri bleef leven, maar ze is dood. Waarom bleef je dan niet bij haar? Ik wilde met Rudy even checken. Ja. Maar ze is echt, het is best wel vers. Wie was er niet in Office? Ik was in Office. Wouter en Maxime. Ik was er niet. Ik was in Spicy Man. Ik was net onderweg naar links. Wouter? Ja? I know you're lying, man. Helemaal niet. Ik heb op admin gekeken en ik zag niemand. Iedereen. Iedereen was buiten. Ik heb iets te bekennen. Ik ging naar Spicyman. En toen bleef ik in de sluis staan. En ik hoorde dat jij en Maxime daar bleven smoesen met z'n tweeën achter de boekenkasten. Nee, maar op het einde dus bedoel ik. Dus ik ben in de sluis daar blijven staan. Ja, maar dat is helemaal het begin. Nou, daarna ging jij weg en toen kwam Natvlees.
En heb ik dat hele gesprek afgeluisterd. Oh, maar... Oh, jij bent gewoon een soort CIA. Maar zeg, hebben we alsnog een bodyguard en alsnog worden we afgeluisterd? Ja, we hebben twee targets. Jongens, we zitten wel op 7. Ik heb mijn taak niet goed gedaan. Ik wil dus even... we kunnen zeg maar nog wel even wachten, maar ik bedoel, Wouter en Natvlees, één van de twee is imposter. Dat nee, wat, wow, nee, want Natvlees heeft Rudy niet gekillt. Nee, dat had hij daar kunnen doen. Ze zeiden, toen ging Rudy nog... Je hebt echt heel lang gehoord. Ik heb alles gehoord. Waarom bout je hem? Nee, maar kijk, oké, maar Wouter, dan heb je eigenlijk... Natvlees had daar zo makkelijk de kill kunnen maar nu heb je alle pijlen op jezelf. Ik ga skippen, want anders dan ben ik echt helemaal... Ben je de hele ronde... In... Ja, ik heb de hele ronde naast jullie gestaan. Ja. Jawel, want ik stond achter een muur. Hij heeft gelijk, want het gesprek klopt. Ben je van de Amerikaanse overheid? Nee. Wow. Ben je van China? We waren allemaal bij elkaar en de kill is best wel recent gemaakt. Wacht, ik wil iets testen. Zij stonden hier beneden. Ik wil iets testen. Wouter, loop eens. Stonden hier. Ja. Kan iemand echt specimen room inlopen in plaats van de tunnel? Hallo? Nee, ja, ik stond hier in de tunnel en ik zag jullie namen. Wacht, ga even specimen. Ja, ik heb hier gehoord. Ja, ziet het pas in room. Oh, dat is naar. Oké, dan kan het kloppen. Nee, dat klopt ook, want ik weet alles wat jullie gezegd hebben. Maar wie was er dan niet? Of nog meer niet? Was dat Maxime? Maxime! Gasp! Dat kan helemaal niet. Er is iemand dood! Link is dood! Oké. Want we waren met z'n vieren, toch? Vijven? Ah, dan even nou. Ja, nee, dit is best wel obvious. We waren met z'n vijven bij aan de tafel. Jijks. Nee, ik was met Link eens aan het testen. En Link is nu... Toen liep ik naar de reactor en... Maxime, ik heb dus ook een nieuw messenblok gekocht, maar ik heb mijn vriendin niet neergestoken. Even te testen of... I don't know, Duncan, you kinda sus. Hebben we het nu over de game of in real life? De game. Oké, ja. Maar dit is denk ik een veilige. Ik weet alleen niet wie nummer 2 is dan alsnog. Dat kan op zich alsnog foto zijn. Die zat Among Us. Nee, je zit er altijd gewoon af te luisteren. Ja, maar er is elke keer maar één kill gemaakt. Dat is het ding een beetje. Ja, dit is wel... Thanks. Dit is wel een zure, want we waren toevallig gewoon allemaal bij elkaar terwijl de kill werd gemaakt. We waren nog een beetje de crime scene aan het overleggen. Ja, ik dacht het al. We waren detective aan het spelen. Rudy, kom met B, kom op. Ja, maar laten we even scannen, Duncan. Jij en ik. Ja, ik kom ook gewoon kijken. Nee, we doen onze kleren uit. Oké, luister. Wat? Laat mij achter een doekje staan. Ja? En dat doe je net alsof ik er niet ben, oké? En dan mijn broek uitdoen? Maar serieus, nu jullie hier wacht. Wouter, jij had Natvlees gefoutst, hè? Nee, had ik dan niet gefoutst? Nee, oké, maar nu klopt dat een soort van. Oh, hi. Ja, omdat, natuurlijk zeg maar, omdat Maxime dus een imposter was, dus jullie zijn het niet allebei. Doe alsof ik er niet ben, oké? Doe alsof ik er niet ben. Duncan is legit! Oh, dan moet het Wouter wel zijn. Rudy, ik ben het niet. Hey, Rudy is ook legit. Hell yeah, dit. Maar wacht. Oké, er is steeds maar één killer geweest. Ik hoor jouw Madbase scan trouwens door je microfoon. Dat kan niet. Je hoort iets anders. Het is de Madbase scan. Oh, juist. Oh, hey, zijn jullie ook? Ik heb mijn broek weer aan. Oké, tof. Ja, ik hoor het. Ik moet mijn Madbase scan cancelen. Wacht even. Hey! Hey, tegen wie praat je? Tegen mijn chat, hallo, mag dat nog? Ho, kut, we zijn met 4, we moeten fixen. De verkeerde kant. Fix. Laten we Bint even checken. Wacht. Vitals. Of voor links. Vitals? Wacht, wie is er niet de hele tijd bij ons? Wouter zit bij ons. Wacht even, wie is nu weg? Rood is dood. Rood? Bintje. Dat vlees is dood. Het is Bintje. Hallo, er is een reactor af geweest. Waar ligt die? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, maar dat klopt, want Duncan, Wouter en ik waren bij elkaar. En Bintje... Ja, maar Bintje, hoe lang is die... Bintje, kan je dan ook al zien hoe lang die dood is? Bintje, je bent erbij. We weten dat jij het bent. Je moet hem voelen. Heb je nog iets te zeggen? Waag het om één iemand van ons neer te steken. Wat gaat hij nu doen? Want hij weet dat hij verloren heeft. Waarom? Maar waarom? Hij kan geen kant op. Spit on him. Hij gaat nergens heen. Oh shit. Spit on him, my brothers. Ik doe heuf in de task hier, jongens. Nee, hij gaat steken. Pas op. Hij is een boze wesp nu. Waarom hoor ik Siri? Siri, ik ben niet gemute in Discord. Ik denk al. Is het webs of wesp? Ik zeg altijd wat doen wij nou, jongens? Oké, kom jongens. Nee, niet drukken. Niet drukken, kom. Ik wil jullie het laten zien. Wat is er dan? Wat een mooie rode knop. Ik laat jullie het even zien. Ik wil niet erbij lopen. Kom gewoon. Ja. Dat is het lijk wat hij wil laten zien. Report alsjeblieft. Hoe bedoel je reporten?
Nee, kijk. Is er iets misgegaan? Nee, het boeit me niet. Ik ga gewoon de trash doen. Oh, best wel goed verstopt. Oh, wacht, waar heb ik... Oh, daar. Oh, ik heb me echt verstopt. Kom zelf dit. Ik moet eventjes eerlijk zeggen, ik denk dat het Rudy is. Ja, ik ook. Vote me out, man. It's me. Maar waarom liet je ons nou het lichaam zien? Leg even uit. Al dit staan. Dat zou een killer nooit doen. Al dit. Nee, precies. Maar ik wist wel waar die was. Maar Wouter had letterlijk nooit vanaf Medbay scan daarheen kunnen lopen om een kill te maken en daarna weer terug te lopen. Jawel, dat kan ik wel. What? Oh my god! Oh my god! What? Jongens, hij was... What? It's me. Wat gebeurt hier? Hebben jullie daar... Dit is niet meer. Jongens, wat is hier gebeurd? Wie heeft dit gedaan? Ga je doen niet. Wat ga je doen? Wat wil je doen? Epic case time. Dat was ik. Sorry, het spijt me. Oh my god. Yes, the fucking game. Wow. Ik wil Duncan in zijn ogen aankijken. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. Volg me ook op twitch.tv/Rudy, want ik stream deze game ook live. En dan zie ik jullie hopelijk morgen in een nieuwe aflevering van Among Us.